Welkom bij een nieuwe aflevering van Comics on Comics, een show waarin dat twee comedians het hebben over comics, collectibles, films, series en alles wat ermee te maken heeft. Vind je dat leuk? Abonneer je dan meteen op dit kanaal en like deze aflevering op het einde, als je het gezien hebt. En ja, we zijn deze week weer met twee. We zijn met mijn vaste compagnon de Roet, Stijn Verdehem. Hey, dag, hallo, Stijn. Dag Stef. Ja, het was... Vorige week was het vrij hectisch, hè? Soms het was ja, vorige week hebben we een kruidvat Funko Pop Battle gedaan met Carlijn Vogel en Koen de Beer. Dat was heel leuk, dus als je daar nog niet naar gekeken hebt, zeker achter deze aflevering nog eens naar kijken. Maar het was het bakje vol, dus ik dacht van, laat ons de volgende aflevering weer gewoon met ons twee doen. Comics on Comics, comics... De eerste comics valt op comedians, dus ik ben impro-comedian, ik ben Stefan Poeken. Stijn is stand-up comedian en impro-comedian, dus die is multifunctioneel inzetbaar. En de comics, ja, daarover hebben we het, alles wat met comics te maken heeft. We halen dingen uit ons beider collectie en we gaan het op het einde van de aflevering ook weer hebben over het comic-gerelateerde film- en tv-nieuws. Altijd wel leuk om er geregeld een keer over te babbelen. Ik ga deze week beginnen. En ik ga het hebben over the man himself, zijnde Stan Lee. Maar hebt u een pop of wat? Oh ja. Ja, ik heb... Dit is een Funko pop van 2020 Summer Convention Limited Edition Exclusive. Wow. Ja, dus ik heb... Ik ben vorige week nog maar zo jaloers geweest. En je plaatst weer van dat. Dus die... normaal haal ik altijd mijn pops eruit. Vorige week heb ik dat niet gedaan, omdat iedereen ze erin liet. Maar ik heb mijn Funko Pops van de battle van vorige week zijn ondertussen uit de doos. Maar deze... dit is een limited edition. Die laat ik in de harde doos zitten die we van Tiny Titan gekregen hebben. En het is de Stan Lee... Uit de eerste Iron Man. Dus een beetje de Hugh Hefner Stan Lee. Er zit natuurlijk veel weerspiegeling in. Zo is het een beetje beter, denk ik. Ja. Dus voilà. Dus dat laat ik er in zitten. Wow, cool. Maar dit is nog niet alles, beste Stijn. Ik heb nog een Stan Lee in mijn collectie. Deze heb ik zelf gekocht. Dit is een Funko Pop. Maar ik heb er een gekregen van Sabine. En dat is deze. Oh, zalig. Dus even de doos laten zien. Cool. Dus dit is geen Funko Pop, dit is een Mini Co. Kende het niet? Nee, ik heb het ook nog niet gezien. En we gaan een live unboxing doen, want ik kan wel een keer zien hoe dat eruit ziet. Nu gaan ze zowel dankbare mensen hebben als heel ondankbare mensen. Ja, de handen zijn van, godverdomme, van Poeken, wat zijn geen aan het doen, laat dat in die doos zitten. Maar nee. Zoals je ziet achter Stef, alles gaat bijna uit de doos. Alles uit de doos. We gaan een keer zien hoe we Stan Lee er hieruit krijgen en hopen dat we niet verongelukt. Ondertussen zal ik al wat over Stan Lee vertellen, want ik kan niet alleen zijn nichtjes tonen. Stan Lee, ja, dat is de godvader, hè. Dat is de godvader van de comicboek. Een van de godvaders, want anders gaan we mensen als Steve Ditko en Jack Kirby en al oneer aandoen en heel de... Een beetje de Nirbanus van de comics. Nee, dat zou ik nu niet zeggen. Voilà, kijk, eigenlijk wel, waarom niet? Dus, hij is er helemaal uit, zie een keer. Dat is mooi, hè? Dus daar moet ik nog een plekje voor vinden op mijn kast. Dus, en net waar is dat gemaakt? Is dat PVC? Of? Ja, ik denk het. Ik ga er niet te hard op kloppen, maar ze biedt ik Stijn Lee al een schedelbreuk gegeven. Maar dit vind ik heel leuk. Wacht, als ik hem hier zet, ga ik hem niet meer zien, denk ik. Nee, nee, net dus niet. Ik zal hem voorlopig... Beast, sorry man, kan je een beetje opschuiven? Zodoende dat Stan Lee schoon in beeld is. Hij zou trots moeten zijn, Beast. Voilà. Dus je ziet, Beast ziet het gat van Stan Lee. Voilà. Dus we gaan hem hier even zetten. Ik ga hem nog wel een betere plek geven, want dat is eigenlijk allemaal Funko Pops. Maar ik wou een unboxing doen. Ik heb hem al een paar weken, maar ik zat echt te wachten van, we gaan een keer een aflevering doen over Stan Lee.
Ik zat te wachten, ik beslis dat zelf. Waarom dat ik het was wat? Ik wou een aflevering daar een keer over hebben. Voor de mensen die Stan Lee niet kennen en naar dit programma zitten te kijken van what the fuck doet hier? Normaal gezien moet iedereen Stan Lee wel kennen. Maar goed, voor de weinigen die misschien alleen maar Stan Lee van de laatste jaren kennen en van de cameo's, waar we het straks nog gaan over hebben. Even zeggen, dus die mensen is 2 jaar geleden overleden. Op de jonge leeftijd van 95 jaar. Een maand later, en hij was 96 geweest. Die mens is geboren in 1992. In 1922. Is dus 95, net geen 96 geworden. Stan Lee is niet zijn echte naam. Dus, Oké, dat is nog iets wat ik niet wist. Voilà, zijn voornaam is Stan Lee. Vandaar Stan Lee. Maar zijn echte naam is Stanley Lieber. En Stan Lee heeft hij gebruikt voor de comics. En het was ooit zijn bedoeling om een echte schrijver te worden van romans en gewone serieuze boeken en zo. En dan ging hij zijn echte naam gebruiken, Stan Lieber. Maar het is bij Stan Lee gebleven. En is beginnen werken bij comicuitgeverij Timely. Timely is al later Atlas geworden. En Atlas is dan in 61 Marvel Comics geworden. Dus daar is hij beginnen werken. In 41 heeft hij zelfs meegeschreven of meegewerkt aan de derde comic die uitgekomen was van Captain America. Want Captain America goes way back. Die had al zo lang Is de eerste mee. Editie niet als hij Hitler op zijn gezicht slaat? Ja, denk het. Zou kunnen. Ja. Er gaan ongetwijfeld mensen zijn die dat perfect gaan kunnen in de comments zetten. Ik verwacht al iemand zijn reacties. Dat komt zeker. Maar ik denk inderdaad, de eerste was Captain America die Hitler op zijn smoel gaf. Maar ja, in 1941, dat was de derde comic van Captain America, daar heeft hij dan aan meegewerkt. Later is hij dan editor geworden. Eind de jaren 50... kreeg hij de opdracht van Atlas Comics, was er nog niet Marvel Comics van. Bedenk een keer wat superhelden, want de mannen van DC die zijn goed bezig, dus moet hier ook iets gebeuren. En eigenlijk op dat moment was Stan Lee van plan van, ik ben het hier wat beu, want dat waren geen superhelden dingen meer dat hij aan schrijven, want dat waren actie- en romans-actie- en avonturen comics. Ja, ja. Dat was zo'n beetje de minder periode bij Atlas en zo. En hij zegt van, op aanvergeven van zijn vrouw van, doe een keer iets anders, mislukt het, who cares, hij zit toch weg binnen een paar weken. En dan heeft hij samen met mensen als Jack Kirby en Steve Ditko superhelden bedacht, die eigenlijk niet de onverwoestbare, afgelikte superhelden waren, gelijk Batman en Superman en zo. In die tijd dan toch. Maar is superhelden beginnen bedenken met Jack Kirby en Steve Ditko en nog andere namen trouwens, die ook zwakheden hadden. Die het ook moeilijk hadden in het leven of die troubles hadden en niet alleen de superheld waren, waar alles van afgeleid en dat er geen probleem zijn. Dus Spider-Man was zo'n figuur, een tiener die problemen heeft met de meisjes of aan de meisje te geraken of gepest werd op school, dat werd dan een hals moet ontdekken in het leven, hè? Voilà. Fantastic Four, Iron Man, Thor, Hulk, dan samengesmeten in de Avengers, samen met Namor van vroeger en Captain America die er aan waren. Doctor Strange ook meebedacht, X-Men heb ik al gezegd, denk ik. Black Panther ook meebedacht. Dus dat was allemaal in de jaren 60. Ja. Hebben ze dan al die superhelden waar wij zo zot van zijn, bedacht. Stan Lee was degene die was de grote mond die het kon verkopen, waardoor dat soms wel een keer met de tekenaars botste, dat ze zeiden van, ja maar wel, zeg man, jij hebt een idee, wij mogen het uitwerken, maar jij gaat met de credits gaan lopen. Ja. Dus, maar ja, wat dat wel het geval is, van Stan Lee heeft er wel voor gezorgd dat Marvel een succes werd. Dat was ook met, die deed lezersbrieven in de comics, gelijk dat je in de tienderplaatjes hebt van, lieve Tanja, ik heb dat probleem. Gelijk vroeger in de Joepie. Ja, voilà, gelijk vroeger in de Joepie. Dat staat dan ook in de comics. Kan je zwanger worden van sperma in het zwembad? Ja, voilà. Maar dan... Maar dan kom ik, ja, ja. Ja, werd Spider-Woman door het sperma... Nee, laat maar. Ja, ja. Nee, dus dat soort dingen waren niet. Het waren gewoon de fans die konden schrijven. En Stan Lee reageerde daar dan op. En vandaar dan ook de termen Nuff Said en Excelsior.
Dat komt uit die lezersbrieven. Hè. Dus Stan Lee, zijn catchphrase was enough said. En eindigde altijd zijn columns met Excelsior. Dat zit ook op de sticker in Avengers Endgame. Ik weet niet of dat die in de BU cameo zit. Van achter op zijn auto staat dat. Enough said, de sticker. Ja, dat is goed mogelijk. Ik weet dat nu niet van buiten. Ik ben hier ondertussen met de dozen aan het... Dus ja, die ga ik zeker zo laten. Op een gegeven moment, die heeft Marvel succesvol gemaakt. In de jaren 80 dan proberen filmversies van de grond te krijgen van allereerste Marvel superhelden. Fantastic van Captain America. Fantastic Four was al in de jaren 90, maar had nog Captain America en Spider-Man en zo van die dingen. Hulk, de serie waar we het al over gehad hebben. Ja. En een keer dat hij pensioengerechte de leeftijd werd hij zo gewoon een beetje het gezicht van Marvel. Ja. En is hij beginnen cameo's doen. Die is eigenlijk begonnen in de tv-film van de Hulk, dus van de serie van de Hulk. Waarin dat de Hulk terechtgesteld werd. Dus dat was zijn eerste cameo. Trouwens, er is op internet een compilatie te vinden van alle cameo's van alle Marvel films of alle superheldenfilms. Ik wist zo veel dingen wist ik zelf niet. Like, ik wist niet dat hij bijvoorbeeld in de X-Men films en zo. Ja, ook. Ik wist dat en ook gelijk een Big Hero 6, wat dan een Disney film is. Voilà. Dus, dat wist ik niet dat hij dat was. Maar dat was ook een Marvel-comic, dacht ik, Big Hero 6. Daar zat hem inderdaad ook in. Dus dat is dan begonnen. Trouwens, wat ik wou zeggen, ik zal in de beschrijving nog een link zetten naar de compilatie met alle cameo's van Stan Lee. Trouwens, we zijn nu toch over die cameo's bezig. De eerste cameo was deze... In mijn eerste Iron Man film. In mijn top 5. Want voor de aflevering kort even gezegd van laat ons alle cameo's een keer bekijken dat Stan Lee gedaan heeft. En we gaan er een top 5 van maken. Dat is misschien ook leuk voor de mensen die aan het kijken zijn. Die kunnen dan in de comments misschien ook hun top 5 of top 3 cameo's zetten van Stan Lee. Ik heb er 5, jij hebt er ook 5. Heb je ze in volgorde gezet of in een willekeurige volgorde? Ze staan op mijn gsm in willekeurige volgorde, maar ik weet wel in welke volgorde dat ze moeten. Oké. Goed. Zeg maar. En bij mij is het eigenlijk, wat je net gezegd hebt, is de Hugh Hefner cameo, zo gezegd, in Iron Man 1, als Tony Stark passeert en zegt... Hi, Hef. En dat hij passeert. En dan zie je Stan Lee in een soort... met twee blonde madame. Kijk, je kunt hier de blonde madame zien. Oh, nee. Maar misschien... Misschien dat we de beelden ook nog wel gaan laten zien. Maar iedereen had... zeker het filmpje bekijken van alle cameos. Dat gaat weten hoeveel we het hebben. Voilà. Dus Iron Man 1, Stan Lee als Hugh Hefner. Dat is... Dat is zeker al een leuke cameo. Dat is top. Doen we elk om de beurt in? Ja, dat is goed. Ja. Ja, ik zal ook een nemen. Ik zal de cameo nemen uit Spider-Man Homecoming. Die vond ik eigenlijk ook leuk. Dat was op het moment dat Spider-Man daar een beetje de boel op stel te zet tussen een paar appartementsblokken en dan de bewoners van de appartementsblokken beginnen te neuten op Spider-Man. Ik denk dat was waarin dat hij dan iemand belet om een auto te stelen, maar het was eigenlijk zijn eigen auto. Nee. En Stan Lee is een van de bewoners van de appartementsblokken daar rond en die maakt ook van zijn oren. En dan uiteindelijk vliegt hij nog met de overbuurvrouw. Met de overbuurvrouw, maar niet alleen met de overbuurvrouw. Maar dat hij ook zegt van, hey Marjorie, how's your mother doing? Dus, en Marjorie was al in de 60 of in de 70. Dus dat hij nog heeft... Dus hij flirt eigenlijk niet met de overbuurvrouw, maar met de... Hij flirt via de overbuurvrouw met de moeder van de overbuurvrouw. Dus dat vond ik ook wel een leuke. Dus zeker deze cameo vind ik heel leuk. Ja, zeg maar. Bij mij, de volgende is van Ant-Man and the Wasp. En dat is... Ja.
dat is de moment dat ze door de straat rijden en Stan Lee wil juist in zijn auto stappen. Maar in die scène dus zo'n pestdispenser maakt ze zo heel groot. En ook in de slechterik die op de motto zit, maakt ze zijn mottootje heel klein. Ja. Op dat moment misschiet ze haar en ze raakt de auto van Stan Lee, die heel klein wordt. En dan zegt hij van, de jaren 60 waren de max, maar nu draag ik er wel de gevolgen van. Dus ik vind dat heel mooi van de jaren 60, vrijheid, blijheid, wat psychedelische drugs. En ja, ik vond dat heel goed, ja. Ja, die heeft mijn top 5 net niet gehaald, maar dat vond ik inderdaad ook wel een leuke. Ja, het verschillende cameo's van Stan Lee. Je hebt de totaal onnozele, de grappige, hebt de meer referentiële cameo's. Ja. Dus er zijn er zo nog een aantal. Wat ga ik pakken als nummer 4? Ze kunnen eigenlijk een willekeurige volgorde. Maar ik ga nog een Spider-Man pakken. Uit die Amazing Spider-Man. Waarin dat Stan Lee met koptelefoon op in de bibliotheek de boeken op zijn plaats legt. En ondertussen Spider-Man en ik denk Lizard heel de bibliotheek aan het frennen van één aan het vechten zijn. Zonder dat Stan Lee dat ook maar opmerkt. Dus een non-verbale cameo. Maar deze was zeker ook heel leuk. Dus zeker opletten als je de Amazing Spider-Man bekijkt. Dat is een leuke, vind ik. Voilà. Ja. Bij mij is het een van de... eigenlijk de film na Iron Man, dus in de Hulk van 2000... Nee, dat is zelf niet The Incredible Hulk. Ja, wat is Incredible... Nee, dat is gewoon Hulk. Dat is nog de eerste, dat is nog die daarvoor. Het is niet die met Eric Bana, denk ik, of wel? Is het die met Eric Bana? Het zou kunnen. Ja, maar nee, het is, want The Incredible Hulk is van de MCU, hè? Dus het is niet van de MCU. Het is de allereerste Hulk. Dus. Ja. En dat is als hij een veiligheidsagent is en hij komt buiten samen met de oldschool Hulk, met Lou Ferrigno. En dat vond ik een heel mooi moment, omdat zo... Ja, er zijn er heel veel leuke, dus die zit niet in mijn top 5, maar hij had er inderdaad ook wel in kunnen, omdat het is nog een keer een referentie naar de oude serie ook. Dus, heel gelaagd. Een gelaagde cameo, zeg. Goed. Ik ga voor een niet gelaagde cameo, maar gewoon een compleet geflipte cameo, omdat er trouwens ook een Funko Pop van is, maar ik heb hem nog niet gekocht, zijn cameo in Thor Ragnarok. Waarin dat hij de kapper speelt met een of ander raar ding aan zijn handen. Die heb ik net uit mijn plaats van handen. Die heb ik net uit mijn top 5 haalde. Ja, omdat ik die er zo over vond. En in combinatie met de Chris Hemsworth. Chris Hemsworth, zijn comical timing. Ja, perfect is. Niet mijn eigen. Ja, dat vond ik een hele leuke. Dus en daar is er dus een Funko Pop van. Dus, zalig. Ik heb die nog niet gekocht. Ja. Wat mijn volgende is van Avengers Age of Ultron. Ja. En daar zit Thor en Captain America in een bar. Die worden ook niet rap dronken. Dus Thor heeft een heel klein flesje met hele sterke drank. Dat eigenlijk niet voor mensen is. En Stan Lee zit aan de bar en hij zegt, kom, ik ben Hemietje, geef mij maar een stokje daarvan. En dan ziet hij hem drinken. En het volgende dat je ziet is... Stan Lee, die door twee mensen naar buiten wordt gedragen. En dat hij zegt, Excelsior. Dat is inderdaad... Tof om te zien, ook... een zatte Stan Lee. Ja, dat is ook een heel leuke. Kijk, had er ook een in zit. Dus valt mee, we hebben nog geen één dubbele. Ah, nee, we hebben geen één, waar. Dus, ik heb er nu nog twee over. En ja, ik ga... Oei, ik heb nog maar eentje misschien. Ah ja, ik heb nog maar één. Oei. Ah, maar ja, hij is het eerst begonnen, hè? Oké, te veel. Ja, maar zo was het. Ik heb er 3 laten zien. Hoeveel heb jij er al laten zien? Ah ja, 4, ja. Oké, goed. Ah, ja, ik weet... Fantastic. Wacht. Four. Ja, The Rise of the Silver Surfer. Scène speelt zich af op het trouwfeest van Sue Storm en Reed Richards. De gastenlijst. Hij staat aan te schuiven om binnen te mogen op de gastenlijst. En hij zegt van, ja, ik mag binnen. En die mens die dat me controleert, zegt van, dat weet ik zo nog niet. Wat is uw naam? Stan Lee. En die mens zegt van, ja, dat zal wel. Ja. En hij wordt afgevoerd. Ja, die was
die was ook bij mij. En, voilà. Ja. Dus en ik dacht van, laat ons een keer een cameo pakken uit een van de minder succesvolle Marvel films. Trouwens, iedereen vond die Fantastic Four film slecht. Ik vond die nog sava, eigenlijk. Ah, ik vond dat heel aangenaam om naar te kijken. Ik vond ja, voilà. Ik was er ook op aan het haten. Hè. Buiten de Thing, zijn rubberheid-achtig. Ja, dat is dan een gebrek aan budget nog en van, van special effects mogelijkheden. Maar, ja, maar deze cameo daarin is wel heel goed gedaan. Ja, dat is wel heel, dat is wel heel super. Dus ik heb er nu 4 getoond. Heb jij ook al 4 getoond? Ja. Dus ja, heb jij nog 1? Ja, ik heb er eigenlijk nog 2, maar ik zal... Er kiest 1. Ah, nee, ik ga niet, nu gaat het niet, Stef. Nee, ik zeker wel op 1. Ah, dank u, Stef. Dat is heel lief. Ja, Execo op 1. Ja, en dat is degene van Captain America Civil War. Als op het einde Bruce Banner en Tony Stark staan te babbelen. En plots belt de vet ex-man aan. Ah ja. En hij zegt, are you Tony Stank? Bruce Banner zegt, yeah, he's Tony Stank, yeah. Nee, het was Rhodey. Het was Rhodey. Het was niet Bruce Banner, het was Rhodey. Ah, was niet Rhodey? Ah, oké. Okay. Ja, het was Rhodey. Ja, ja. En Tony Stank, ja, oké. Okay, ja, dat ik vond dat, dat is grappig. Hè. Ik vind die persoonlijk een van de flowers, maar kijk, zie dat... Het is juist daarom dat hij erin zit, omdat hij zo flow is. Omdat je dat niet zou verwachten van Stan Lee. Ja, maar en dan, ik beslist niet wat dat hem zegt. Hè, dus. En dan eigenlijk, wat dat eigenlijk mijn eerste echte plaats is, omdat ik, dat is ook mijn favoriete film, Marvel film, niet van de MCU, maar de Deadpool film. Als Stan Lee DJ is op in de stripclub en dat is give it up for chastity. Ja, op zich is daar het idee van de, context wel heel leuk. Dus op zich is dat een leuke. Ik dacht eerder van, ik ga bij mijn cameo-keuzes naar ofwel de one-liners die echt heel grappig zijn. Ja. Op zich is dat niet een grappige Nee, maar ik had niet gedacht dat Stan Lee in de blote tettenclub zou zitten. Ik wel. Dat is een New Yorker. En als hij al Hugh Hefner gespeeld heeft in de eerste... Eigenlijk had ik het moeten weten. Is dat geen stretch? mijn favoriet is eigenlijk zijn cameo op de mid-credit of end-credit scene van Guardians of the Galaxy Volume 2. Waarin dat hij aan het discussiëren is met de Watchers. En de Watchers aan het vervelen is, dan de Watchers het afbollen. En dat hij zegt, but I've got a lot more stories. Yeah, en ik denk dat hij ook nog lift vraagt of zoiets. Ja. You're supposed to be my ride home. You're supposed to be my ride home. I've got a lot more stories. Yeah. Dus dat vond ik een hele leuke. En eigenlijk zo'n beetje dat je als verklaring zou kunnen beschouwen van, ja, hoe komt het dat Stan Lee in elke Marvel film, of verfilming van een Marvel comic, het is niet allemaal Marvel, het is ook Sony en andere dingen, dat hij in al die films een cameo speelt. Dan is het logisch ergens dat hij een watcher is, want die zien ook alles en zijn ook overal. Dus Stan Lee is eigenlijk een watcher. En dat is eigenlijk de uitleg voor alle cameo's, vind ik, van denkt u dat ze hem ooit nog, gelijk dat ze mee Leia gedaan in Star Wars, zo met CG zou terugbrengen voor iets? Denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat ze het zo gaan laten uit respect voor Stan Lee. Zou het kunnen zijn van als de nieuwe Spider-Man into the Spider-Verse animatie komt, dat je hem daar terug insteekt. Maar dan moet dan een stemmenimitator hebben. En dan is het ook al zo leuk niet meer. Ja. Dat is leuk, omdat je weet, het is Stan Lee die daar... En je weet, hij komt ergens en je weet niet wanneer. Ja, voilà. Dus, en de laatste, waar zat de laatste in? Endgame? Ja, in Endgame, als ze terugreizen in de tijd. Ja. Als ze naar de jaren 80 gaan. Ja. Dan rijdt hij in de auto en ziet hem ook met zijn volle moustache, met bruin, met zwart of bruin haar. Dat was de laatste. En dat is inderdaad, dat is daar waar de sticker Nuf Zet van achter op zijn auto staat. Ja, juist. Voilà. Dus, beste mensen, laat ons misschien in de comments weten van wat zijn jouw favoriete cameo's van Stan Lee. Dan mogen er 5 zijn, dan mogen er 3 zijn. Mag 1 zijn ook. Zet gewoon je favoriete cameo's in de comments.
In de beschrijving zet ik nog eens de link, zoals ik al zei, van de compilatie van alle cameo's van Stan Lee. Voilà, dus dat is een hele brok Stan Lee. Hè. Dus, ja, wel belangrijk. Laat ons overgaan. Moet ik het iets luchtiger maken, Stef? Luchtiger? Was het al niet luchtig genoeg, al de cameo's van mij? Jawel, maar als je dit gaat zien... kijk. De kont van Black Widow. Voilà, als dat niet luchtig is. Voilà, goed. Nee, deze, ik heb voor deze figuur gekozen, omdat ik heb deze gekregen van mijn broer. Mijn broer was een keer op prijs en hij zei van, er staan hier zo Marvel Deluxe. Marvel Deluxe was dat. En het zit ook altijd, kijk, dat is Black. Don is heel dicht nog. Oh, ja. Wacht, hè. Ja. Maar ja, ik bijt op mijn nagels. Ik wil nooit mijn nagels laten zien. Ah ja, oké. Okay. Maar houdt ze aan haar voetjes vast? Ah ja, maar okay. Ja. Dan zegt ze weer dat ik met haar voeten speel. Hey. Ja, maar ja, hij zat er juist aan haar kont, dus... Valassi. Voilà. Oké, okay, dus ja. Dus het is niet, het zicht van... Scarlett Johansson. Ja, Scarlett Johansson. Maar ik vind het wel een mooi en ik vind ze heel goed gemodelleerd. Kijk, een beetje décolleté, een ferm poepje op. Hè. En er zit ook altijd een soort tafereeltje bij. Dus dit was bij haar het tafereel. En je ziet hier stukken van Ultron liggen. Leuk. En ja, ik heb haar altijd. Ik weet eigenlijk nog altijd niet hoe dat ze er exact op staan. Maar ik heb haar altijd gewoon. stond altijd op mijn kast als ze op haar poep zat. Dus dat. Maar één ding wat ik hier super tof vond. En er hoort hier nog een heel klein figuurtje bij, die normaal hier staat, van boven. Maar ik heb het er nu even afgehaald, omdat ik vind hem heel tof. Ik ga echt dicht bij de cam komen, want het is echt heel klein. Ant-Man. Ja, de oldschool. Ja, hij heeft ook de... het is heel kitschig als je het ziet van ver. Het is echt... Het is echt Ant-Man. En hoe groter dat hem wordt, hoe waziger. Dus laat hem maar klein. Ik ga hem een keer opzetten. Allee, en? Goeie, wat doe je niet op? En houdt u een micro voor uw mond, dan wil je nog horen. Maar het is even voor hem erop te zetten. Nee, hij wil niet. Hij wil het niet. Ant-Man wil het niet. Dat is weer typisch Ant-Man, hè. Dat is weer typisch Ant-Man. Het is altijd hetzelfde met een dien. Maar kijk, het is een hele kleine Ant-Man, kijk. Ja. Ik ben nu te schoten, jij als een dikke. Nee, maar kijk, en dan nog een keer. Het is op ware grootte. Ja. Dus Steve, als je kijkt, nog een keer bedankt. Dit is voorlopig nu de enige vrouw in mijn leven. Ah ja, kijk, en toch nog met haar voeten spelen. Als er geeky girls zijn, ik heb nog nooit een geeky girl gehad, maar dat lijkt mij wel fijn om. We maken er een dating show van. Dus, en wat moet uw toekomstige geeky girlfriend hebben, Steen? Gewoon liefst naar Marvel-films kijken. Ja, ja, dat is al voldoende. Ja, ja. En misschien, ik vind dat misschien soms, als ze haar kan verkleden in Harley Quinn, en redelijk goed blijkt ook, is ze top zijn. Maar dat is al geen Marvel niet meer, hè? Je moet weten wat hij wil. Nee, ik weet het wel, maar Margot Robbie, ja, dat is een ander planeet, hè, dat. Dus, zij de een geeky vrouw die denkt van, Stijn, dat is mijn man. That's the guy for me. Laat het ons weten in de comments. Lijkt op Margot Robbie, op Marie Vink. Zo cool. Stijn is daar vrij content. En wie dus, weet doen we wel een keer een blind date comics on comics. Ah ja, dat ik iemand zoek voor u. Ja, dat we daar gewoon een klapje mee doen en zo elkaar leren kennen. Ja, oké, okay, we gaan uitbreiden. Een special, We gaan een dating special doen. Dan zijn jij de jager. Ja, misschien. Dus voilà. als er genoeg dames zijn die in de comments reageren, of je kent een leuke dame die geek en nerd is en een keer met Steen zou willen een blind date doen online in ons programma, waarom niet? Kan allemaal. We gaan We zijn onze eigen baas, hè. Voilà, alles om Steen een plezier te doen. Dus dan gaan we dat doen, hè. En mensen, als je Stef een plezier wilt doen, Stef van Poeken op YouTube. En daar doet de M een groter plezier mee dan met een vrouwelijke lichaamsdelen. We zijn aan het afwijken. Ja, hoe meer abonnees op mijn kanaal, hoe liever dat ik het. En ik heb hier al zet, Stef, want is dit voor het volgende jaar, hè? Nieuws? Want eigenlijk is er maar één... She-Hulk is ook gecast.
Ja. Maar ik denk dat wat vandaag is uitgekomen, dat ik denk dat dit het, wel het belangrijkste is. Vorige week bedoelt je? Ah ja, vorige week, juist. Ja. Ah ja, want dit is niet live, in mensen. Ah ja, sorry, het is al een lange avond geweest, want we hebben daarnet een podcast opgenomen met de kruidvat. Oh, moet dat allemaal niet zeggen. Ah, godverdomme. Weg, Maggie. Weg, Maggie, van het live YouTube. Wacht, nee, dus, Stef, we gaan hier gewoon zo... Hier moeten we wat ruis steken. En dan vorige week, zeg, is de trailer uitgekomen van WandaVision. Is dat al een week geleden? Maar dat is echt niet te doen. Tijd vliegt, hè, zeg. Hey, maar voor de mensen die het nog niet gezien hebben, alstublieft, kijk een keer. Het is echt... De trailer staat trouwens in onze Facebookgroep. Dus als je hem niet direct vindt, en we zullen hem ook in de beschrijving zetten. Ik heb naar een breakdown-filmpje moeten kijken. Want ik wist niet wat er allemaal aan het gebeuren was. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn, Emergency Awesome heeft de hele goede trailer-breakdowns. En die zegt ook overal welke serie dat is, welke strips, welke overal wat dat is, zegt, wat dat de uitkomst kan zijn, wat dat ze in de toekomst nog gaan doen. Hij weet het al precies. New Rockstars ook trouwens. Voilà, Rick Voss ook heel goed. Voilà, ook in theorieën en zo van die dingen. Dus inderdaad, dat zijn er twee die zeer de moeite zijn voor breakdowns en trailer reviews en theorieën. Pijtig dat we nog geen datum hebben gehad. Het staat gewoon coming soon, maar ik heb gehoord, het is sowieso nog 2020 en waarschijnlijk gaat december zijn. Ze zijn nu nog de laatste shoots aan het doen. Maar ik heb ook goed nieuws gehoord, denk ik. Want ze zouden eventueel zelf naar 9 afleveringen gaan in plaats van 6. Ah ja, want ik dacht dan er inderdaad, ook op IMDb stonden er 6 afleveringen en ze nu nog 3 bijgelapt, zonder dat we het weten. Ja, ik weet niet hoe dat komt, maar hoe meer afleveringen, hoe beter. Hè. Ja. Zolang dat verhaal goed blijft, hè, natuurlijk. Als we merken, like Lord of the Rings, als ze gewoon 3 uur aan het stappen zijn in de bergen... En dat maar het is ook ver, Middle-earth is ver, hè. Ja, dat is waar. Ja. En ook... het is niet van Gent naar Locristi, hè. Dat is waar. En Locristi is van hier ver, hè. En ik heb ook gehoord dat iedereen, de mensen denken van wat voor soort show gaat zijn. Het eerste deel, gelijk dat ik het gehoord heb, zou het eerste deel meer sitcom-achtig zijn. In de trailer zien we het ook, hè, in de jaren 50, 60, 70, 80. Ja, een beetje spelen met de conventies van de sitcoms van de Dick Van Dyke Show, Bewitched, Full House, Roseanne, dat soort... Friends ook, voor een beetje, denk ik. Ja, en dat zou zo wat de helft van het seizoen zijn. En dan eigenlijk de tweede helft van het seizoen zou eigenlijk meer grotesk en Marvel zijn. Want het speelt zich allemaal af in het hoofd, denk ik, van WandaVision of... Ja, want... Van Scarlet Witch, van Wanda Maximoff. Ah nee, ik dacht juist dat misschien in het hoofd afspeelt van Vision. Omdat Vision dood is, hè. Ja. Het was daarom dat ik dacht, misschien is dat soort is hij computerding of zo. Dan moet het in een fractie van een seconde zijn voordat zijn hoofd ontploft, want veel hoofd heeft hij niet meer. Misschien bleef dat nog doorprocesseren, hè. Ik weet het niet. Ik dacht dat het eerder was van door de dood van Vision, een eigen wereld voor haar creëert, waarin dat Vision nog leeft. Ja, want... En dat die realiteit beetje bij beetje breekt. Want we hebben gemerkt ook dat Wanda, haar powers gaan serieus uitgebreid worden en duidelijker worden. Want ze kan ook dingen fabriceren met haar kracht. Hè. Ik heb gezien dat ze bijvoorbeeld er gewoon meubels en zo kan... Ze kan de realiteit veranderen. Hè. Dus, ja. De Wiccan en Speed, de kinders, gaan er ook in zitten. Alleen nog de baby's. Zijn X-Men, hè? Allee, dat zijn mutants, hè? Dus, die gaan... New Avengers, hè? New Avengers gaat er ook waarschijnlijk een beetje mee gelanceerd worden. Er is zo'n foto gelanceerd. Ik had zo'n afbeelding gezien met Tom Holland en Spider-Man. Dan Hawkeye, zijn dochter... En Cassie Lang, de dochter van Ant-Man, die Stature had. Beetje bij beetje zijn ze de nieuwe Avengers aan het introduceren. Kang is daar eigenlijk ook mee
Want Kang is oorspronkelijk een nazaat van Reed Richards en Sue Storm. Ah, echt? Die eerst, denk ik, Iron Lad geworden is en dan de verkeerde kant op ging en slecht werd en dan Kang geworden is. Maar er zijn nog verschillende versies van. Ja. Ik weet nog niet alles daarvan, dus moet me daar ook nog in inwerken. Maar ik ben er zeker van dat er een aantal mensen in de comments gaan zetten hoe dat de ontstaansgeschiedenis is van Kang. Twee weken geleden hebben we het gehad over alle Miss Marvels. Ja. En Marvels, en ja, we hebben het daar gehad over Rambo. Ja. En in de trailer zie je dat Monica Rambeau door een portaal of zo wordt geschoten. Ja, of door de realiteit. Ja, ze heeft ook een soort spaceshoot aan, maar dan, de moment dat ze op de grond landt, heeft ze dan de kleren aan vanuit, dat tijd, vanuit die tijdperk. Ja. Van sorry, het is al laat. Dus ja, dus in WandaVision is dat al de volwassen versie van de Monica Rambeau die in de Captain Marvel film nog een klein meisje was. Dus die gaat daarin zitten. Dus gaat die Captain Marvel worden, want dat was de tweede Captain Marvel. Maar die heeft ook nog andere namen gehad. Maar die gaat toch ook in New Avengers, Young Avengers komen, hè? Ik denk dat die daar al ouder is dan de jonge Avengers die in Young Avengers gaan zitten. Ja. Die is al rond de 30. Tuurlijk. Ja. Hij was klein in de jaren 90, we zijn 20 jaar verder. Juist, ja, voilà. Dus nee, het lijkt. Het lijkt. Ja. Natuurlijk, met de tijd. Wanda, met dat warpen en zo, kan ze ook jonger zijn. Hè. We weten niet, hè. Misschien. Ja. Trouwens, nu dat we het toch nog even over Captain Marvel hebben. Vorige week hadden we dan dat kruidvat Funko Pop Battle gedoe. En ik had nog één die ik niet in de strijd gegooid heb, maar ik toon hem hier nu. Dus nog, die heb ik ook gevonden in Kruidvat. En wat heeft ze naar aan? Ze heeft een koffertje vast. Ik had wacht even, moet je zien dat ik nu niet verongeluk. Beste mensen, er staat hier heel veel, dus ik heb het moeten zien. Ik verzuip hier in de Funko Pop dozen. Dat is het doosje ervan. En wat staat erop? Glows in the dark. Ah, zalig. Ja. Ja, dat zou zalig geweest zijn. Ik heb mijn licht uitgedaan, dat glows just in moment niet. Dat glows niks in the dark. Maar moet je die niet zo wat opladen? Opladen? Zijn daar batterijen? Nee. Ik bedoel, ik heb geleerd, als je op van die figures die normaal glow in the dark, met UV-licht op zit, dat die dat wel direct, oftewel in de zon zetten. Hè? Of in een lichtrijke ding. Het kan misschien zijn omdat ze gewoon in het donker heeft staan, dat ze niet geen licht heeft kunnen opnemen. Ah ja, dat zou kunnen. Ja, proberen, beste mensen, als dat waar is wat Stijn zegt, bevestig dat nog een keer. Als het niet waar is, zeg me wat ik moet doen om Captain Marvel te doen glowen. Want ik was blij van, ja, ik heb een glow in the dark en ik glow niet. Het is daarmee dat ik hem niet in de Funko Pop Battle eens mee heb. Dus, hey, maar het kan wel zijn dat je misschien een foutieve... Een error. Nee, een error. En dat gaat dan meer waard zijn, hè, Stef? Ah ja, oké. Okay. Allee, laat het ons ook weten in de comments of dan de kapotte gloves in de dag van kop op meer waard is of niet. Goed. Dus ja, ik kijk daar zeker naar uit, naar WandaVision. Dat gaat de reden zijn. Dat gaat de reden zijn waarom dat ik een abonnement pak op Disney Plus. Ik heb mijn abonnement al op Disney Plus. Ja, heb het al. Een vriendin van mij heeft het en we delen het. Ja, mijn dochter zit al te vragen van papa, wanneer ga je Disney Plus hebben? Ik zeg, vanaf het moment dat de eerste Marvel-serie komt. Ja, zeg. Ik ga op Netflix. Maar kijk je niet naar... Ik ga dan voor Funko Pops, hè. Kijk je niet naar Star Wars ook, Stef? Zijn er Star Wars van? Minder. Als er films van Star Wars in de cinema komen, dan ga ik er wel naar kijken. Omdat de Mandalorian... Ik ben geen diehard... Ja, ik weet het. Ik ben geen diehard... Heel goede serie, ja. Ja. Maar ik vind het wel. Ik kan er dan waarschijnlijk wel naar kijken, maar ik ben geen diehard Star Wars fan of kenner. Dus als er veel referenties in zitten, ga ik ze niet hebben. Ja. Gelijk dat de referenties met Marvel ga ik meestal wel hebben, maar de referenties met Star Wars minder. Ik kan u wel nog interesseren, Stef. Als je Disney Plus pakt, moet je naar de Prop Collector kijken. En dat is de mens die naar props van oude films zoekt. Gelijk... Mary Poppins en de Muppets en dingen. En dat is ook vrij interessant. Je ziet ook veel verzamelaars en verzamelingen. En dat vinden we wel cool. En ik heb natuurlijk naar de Frozen 2 documentaire gekeken. De making of zesdelige... Zes delen dan nog? Dus het is echt van... Oei, kijk, ik ben hier aan het zwaaien.
Nee. Met je vrouw. Ja. Nee, het is echt van 11 maanden voor de première, waar dat ze staan. En echt elk dingetje van voice-opnames tot animatie, tot alles zit erin. En ik vind dat heel interessant om te zien. Ik heb daarna nog een keer naar Frozen 2 gekeken, want ik heb Frozen 2 natuurlijk in de cinema gezien. En als je weet hoe dat gemaakt wordt, krijg je wel meer respect voor die film. Ja. Ja, een behind the scenes is altijd wel interessant tof, om te zien. We hebben nog 3 nieuwsdingetjes, denk ik. Eerst, Rick en Morty, heel kort. Die hebben een Emmy gewonnen, als ik het goed begrepen heb, voor beste animatie. Kijk, dat wist ik zelf nog niet. Ja, ik had dat ergens zien passeren, dus ik denk dat best animation of best animated series, gewonnen van The Simpsons en zo. Trouwens, deze is voor u, Stijn. Dus, dank u, Stijn. Voilà, dus ik heb een teacher Rick van Rick en Morty gevonden in Kruidvat. Ik heb die ook niet in de battle gestoken, omdat ik die aan u wil geven. Want ik moet nog mij altijd inwerken in Rick en Morty. Dus de Funko Pops van Rick en Morty, daar begin ik nog niet aan. Ik had die gewoon. Die is voor u. Klopt, merci. Graag gedaan, heel graag gedaan. Dan was er ook nog... She-Hulk? Ja. Casting She-Hulk. Het was ook nog Miss Marvel nieuws, maar... Doe maar She-Hulk, ja. Ah ja, maar ik weet niet wie dat die vrouw is. Tatiana Maslany. Die speelt nu in een serie... Ik kom er nu even niet op de naam. Waarin dat ze verschillende rollen speelt. Dus ik heb die serie niet gezien. Ik kom nu even ook op de naam niet, dus mensen in de comments, zet het maar bij. Alles wat wij niet weten, zet het erbij, dan leren wij bij. Komt dat wel goed. Orphan Black. Orphan Black, dat was. Ah, ja. Dat is een serie waarin dat ze de identiteit overneemt van een vrouw waar dat ze op lijkt en dan verschillende personages speelt. Okay, cool. Ik heb de serie niet gezien, ik weet ook niet of dat met gespleten persoonlijkheid te maken heeft. Nee, het zijn klonen. Ik heb de trailer gezien, het zijn klonen. Voilà, zie ik, het komt allemaal terug. Ja, voilà. Dus ze heeft daar een Emmy voor gewonnen. Ze waren op zoek eigenlijk naar een... hoe noemt die nu een Community? Nu ben ik een andere naam kwijt. Alison Brie. Ah, ja. Die speelde in Community. Ze waren op zoek voor She-Hulk naar een Alison Brie type of actress. Waarop dat Alison Brie dan reageerde van ik ben een Alison Brie actress. Pakt mij. Ja. Maar nee dus. Wat ik ergens jammer vind, want ik vind die supergoed. Die speelt ook een Glow-serie op Community. Als Community niet kent op Netflix... Binged heel... Ik heb nog maar 2 afleveringen gezien, ik ben nog aan het kijken. Ja, dat is als je nerd of geek bent en je wilt popculture en geeky en nerdy referenties en een serie waar dat alles in kan, Community. Maar ik heb iemand gedate en ik heb dan zo'n Halloween aflevering gezien en dat vond ik een vrij toffe aflevering, dus ja, toen ben ik beginnen kijken. Ja. De man achter Community, trouwens ook de man achter Rick and Morty, of een van de mannen daarachter, is Dan Harmon. En daarin hebben we het, Richard van Bilsen heeft het over Dan Harmon gehad, als een van de helden van de humor en de comedy connoisseurs. Dus die aflevering staat al online, die is van vorige week, denk ik, als ik me niet vergis. Ja. Dus kijk daar zeker ook eens naar. Trouwens, de Russo Brothers hebben afleveringen van Community geregisseerd. Dus is dat echt? Dat wist ik zelf niet. Ja. En de meeste van Community hebben ook wel ergens een keer een cameo gemaakt in een of andere Marvel-film. Dus er is daar wel een link. En Dan Harmon was ook nog ergens adviseur bij een Marvel-film, ik weet niet meer welke. Maar Richard heeft het allemaal verteld, dus zeker kijken naar de comedy-connoisseurs daarover. En ik heb het trouwens daarin over Bill Murray. Dus ook een hele grote meneer. Die Tatiana Maslany ken ik niet. Ik heb alleen nog maar interviews van haar gezien in talkshows en een trailer. Maar ik denk dat dat echt wel een goede actrice is voor die rol. Dat we Marvel niet echt kunnen pakken op een miscast ergens, hè. Nee, als namen zijn dat we niet kennen. Misschien Iron Fist, omdat geen Aziatische acteur is. Ja, oké. Okay. Maar ja, maar kijk, binnenkort hebben we Chan-Chi. Dus we gaan dat wel zien, hè.
Dus ja, die She-Hulk-serie, daar kijk ik ook heel erg naar uit. Omdat ik vind de comics heel leuk. De pops vind ik ook leuk. En ik hoop dat ook die vierde fourth wall breaking, dat ook Ja, in de serie zit, gelijk in de het zou comics. ook wel cool zijn als Hulk erin komt, hè? Maar hij gaat er sowieso wel in komen, hè? Waarschijnlijk, maar het zal maar een gastrolletje zijn of zo, Ja, zoiets. maar ik ben benieuwd wat ze nu gaan doen met de Red Hulk, hè? Ja. Waar dat ze die gaan steken, of dat ze die misschien in de serie... Ja, ik weet het Die niet. zal daar in de serie wel zitten, denk Ah, ik. wel, dus we gaan met drie Hulk zitten, hè? Dus, Of meer Hulks, ik weet niet Grey Hulk wat. had ook zeker, hè? Ja, Maar heb je de die Grey hebben ze al Hulk, een, die hebben ze professor? al een beetje geteased in Civil, is dat Civil War als met de Hulkbuster. Want dan wordt hij zo betoverd. Ah nee, het was als Ah, hij dat zou betoverd kunnen. is. En dan hebben ze zijn kleur ook een beetje veranderd. Want origineel was het idee om hem Grey Hulk te laten worden. Ah ja, oké, kijk, voilà, dat Ja. wist ik niet. Dus hoe mee? Dus daar kijk ik zeker naar uit. Dus beste mensen, laat ons zeker in de comments weten. Of kijken jullie uit naar WandaVision, naar She-Hulk, wat verwachten jullie ervan? Dat willen we zeker allemaal weten. Ik zei dat er ook nog Miss Marvel nieuws Ja. was, maar dan meer achter de schermen. Trouwens, ondertussen, sinds de afleveringen van alle Captain Marvels, heb ik Miss Marvel ook Kamala Khan aangeschaft. Zalig. De Funko Pop. Dus deze jonge dame lag aan serieuze korting in Dreamland. Dus ik kon haar niet laten liggen. Ah, cool. Dus deze dame, Kamala Khan, Miss Marvel. Hele leuke pop. Maar het is meer het nieuws van wie gaat regisseren. Of wie zijn een aantal van de regisseurs. En dat worden Adil en Bilal. Die gaan een paar afleveringen regisseren van Miss Marvel. Cool. Ja. Oh, zalig. Dus, Ah, dat wist ik, dus, ik wist het ook niet. ja, ik heb zo'n, als ik het goed gezien heb, de regisseurs of de mensen achter de schermen waren ze vooral op zoek naar mensen met een moslim Achtergrond, ja. achtergrond. Ja, dus, en Adil en Bilal gaan normaal gezien een aantal afleveringen van de serie, de Disney Plus serie Ja, Miss ik Marvel. hoor er allemaal goede dingen over, want ik weet dat ze nog zo wat series in Amerika een paar afleveringen en gedaan en zo, en dat ze altijd wel vrij goede kritiek kregen. Dus ik ben wel benieuwd, ja. Top, hè, ja. En de favoriete superheld van Adil is trouwens Batman. Dus die hoopt ook niet in een Batman-film te maken, dus, maar Oeh, ze moet nergens beginnen. Hè. met Matthias Dus, Schoenaerts. ja, wat, wie weet hè, dat er ooit een Matthias Er was Schoenaerts ooit Batman. sprake, hè, dus misschien komt er nog van, hè. Voilà. Goed, maar ik denk dat we al het nieuws wel een beetje We hebben. Ik wil zitten nog. ook aan 45 minuten of zo, Ja, wel, maar dus. ik wil nog iets ter Ah, het afsluiting is goed. doen. Nog even een callback naar de Kruidvat Funko Pop Battle. Beste mensen, dus als je het nog niet gezien hebt, achter deze aflevering kijken naar de battle. Want jullie kunnen, we waren met vier, we hebben elk drie Funko Pops getoond, in de strijd gegooid. En jullie kunnen beslissen in de comments van die aflevering, de aflevering van de Funko Pop Battle, alleen daar. Jullie kunnen beslissen wie van ons vier, zijn de Stijn, ik, Koen van Altivista en Carlijn Vogel, die te gast was. Wie van onze vier de leukste drie, de vetste drie Funko Pops hadden. Laat dat weten in de comments van die aflevering, vorige aflevering dus, aflevering 21. Maar word ook abonnee van dit kanaal. Als je abonnee bent van dit kanaal, dan maak je kans op een mystery box met Funko Pops die ik gekocht heb Stef, in. Ja. is die aflevering 22? 22, wat zei ik? 21, Ja, het is zei ik. aflevering 22, het is de Ah ja, vorige aflevering. als Dit is ik aflevering 21 ook 23. kijk. Ja, na alle afleveringen kijk, Hey, maakt maar niet uit. Maar... we kunnen bingen, hè, Stef? Ja, we kunnen bingen, hè. Voilà, het is dat. Nee, maar aflevering 22, de Funko Pop Kruidvat Battle. Dus daar laten weten. Maar eerst abonnee worden van dit kanaal. Als je abonnee bent en je laat weten wie dat er wint, maak je kans op een mystery box met drie Funko Pops die ik voor jullie gekocht heb in het Kruidvat. En aangezien dat ik zeg van ik haal altijd mijn Funko Pops uit de doos, wil ik ze mijn drie Funko Pops van vorige week nog eens uit de doos laten zien. Hier zijn we. Hebben we Lara Croft, Tomb Raider. Dus dan zie je de Lara ook een keer van alle kanten Zijn dat blauwe zonder. plekken op haar voorhoofd? Ja, ik heb er al mee gemopt. Dus Ah, oké, nee, ja, nee. ça va. Nee, Allee. nee, nee. Dat zijn schrammetjes. Ah, Ja, maar ja, schrammetjes, oké, oké, okay, voilà. ja. Dus. Dat is een badass, hè. En dan hebben we ook nog Janet Van Dyne.
gespeeld in de film door Michelle Pfeiffer, we weten het nog. Dus de mama van The Wasp, van Hope Van Dyne, de madame van Hank Pym. Dus ook met het mes. En natuurlijk, niet te vergeten, Santa Louis, Dan Aykroyd. Ja. Wat ik wel raar vind, en dat wil ik wel een keer vragen aan de mensen die aan het kijken zijn, luistert niet goed, er rammelt iets bij Santa Louis. Nee. Dus is dat de bedoeling? Of zit er hier in zijn hoofd iets los? Heb je dat nog nooit gezien? Nee. Dat is een trend, je moet dat keer opzoeken op YouTube. Er zijn heel veel mensen die de hoofden afzagen omdat er soms iets in het hoofd zit. Maar ik weet niet, de meesten zeggen dat het fake is, sommigen zeggen dat het echt is. Ja, er rammelt iets. Ja, ik hoor het, want het schijnt zo naar sommige Dragon Ball pops. Dragon Ball zitten in het hoofd van Fiji. Ah ja. Van dingen. Okay. Dus wie weet zit een stukje lichaamsdeel van Dan Aykroyd erin. Ja, zo. Maar kan de kop er nu toch niet af. Misschien weer opzoeken. Ja. Of mensen, laat het ons weten. Heeft er nog iemand deze pop uit de doos gehaald en rammelt dat ook? Is dat normaal, is dat normaal of niet? Dus raad het dan aan om te onthoofden, maar dan moet ik wel nog een tweede Funko Pop van Santa Louis gaan kopen. Want... En dat zien we niet toch? Stijn is uit eigen. Ik was bijna weer al mee aan het smeten. Is hij af? Egon Spengler, Harold Ramis is al dood en dan gaan nog een beetje mensen in doos gaan staan. En excuses. Het is een schande. Ik denk dat we beter. We gaan afronden, voordat er dooien vallen. Voilà. Goed, beste mensen, dit was het van jullie deze aflevering. Leuk, geef ons een duimpje. Abonneer je op dit kanaal, druk ook op het belletje. Ik vind dat allemaal evident, maar blijkbaar moet dat erbij zijn. Druk op het belletje. Word ook lid van onze Facebookgroep. Dus gewoon Comics on Comics Facebookgroep. Misschien dat we bij de 500 ook nog iets speciaal doen, hè, Stef? Ja, misschien zit wel aan 500 ondertussen. Hè? Ah ja, misschien wel, ja. Ik weet dat. Ja, ik weet het niet. Okay, dan moet naar 555. Dan is het 555. Ja, voilà. Dus we zullen nog zien wat we doen als we de magische getallen bereiken. Zowel op Facebook als op YouTube. Voilà, dus we zien wel. Goed, dat was het wat deze week betreft. En Stijn, bedankt. Stef, jij ook. En waarover dat we het volgende week gaan hebben en of dat we een gast hebben of niet. Dat weet ik nog niet. Het is voor ons ook nog een vraag. Maar als je het wil weten, zeker kijken volgende week. Salut. Salutjes.